Dries Cognot, 1-3 thuisverlies tegen FC Knokke. Hoe zwaar komt deze nederlaag aan bij het elftal? Ja, de ploeg zag dit eigenlijk niet aankomen. Omdat we wisten dat Knokke te pakken was. De trainer had er ons ook om gehamerd dat we vandaag voor een overwinning moesten gaan. Dat was duidelijk. Na de 4-0 nederlaag. Ik vind dat we heel sterk begonnen zijn. Dan zeg je dat Knokke ons een mogelijkheden zag en hebben ze ons daarop aangespeeld, hebben we ons daarop tegengepakt. Ja, de snelheid van Chando de Kuiper heeft jullie pijn gedaan, hè? Ja, maar toch, ik vind de tweede helft hebben we dat volledig anders opgevangen. En inderdaad, we zagen een Denderleeuw met twee verschillende gezichten, hè. Tweede helft is Knokke nagenoeg niet meer over de helft geweest. Maar in de eerste helft kon je niet zeggen dat ze onverdiend aan de leiding stonden. Nee, ik vind dat ook. De tweede helft hebben we volledig Knokke gedomineerd, heb je niet meer gezien. En net zoals op Lommel, eerst zelf hebben we daar ook uitstekend gespeeld. We hebben daar ook heel weinig weggegeven. Dus ik denk dat dat twee wedstrijden zijn. Als we die lijn daar hebben kunnen doortrekken, dan we in een volledig andere situatie zitten. En ik vind het gelukkig nu gewoon niet aan onze kant. Maar het is nu niet aan ons om met de kopjes te blijven zitten. Het is nu aan ons om met vertrouwen te spelen, opnieuw de draad op te prikken. En de knop in te draaien op naar de volgende wedstrijd te gaan. Ja, de efficiëntie was er niet echt vandaag. Hè? Want de tweede helft hebben jullie toch 6-7 kansen gehad. Ja, uiteraard. En die ballen werden ook van de lijn gehaald. Dus dat geluk zat dan ook nog mee. Maar ja, ik zeg het, we hebben Knokke volledig gedomineerd. We hebben het voetbal laten tonen wat dat Dunder effectief speelt. En, Voor jou persoonlijk een heel goede prestatie. Je beste match bij Dunder vond ik wel. Ja, ik weet het eigenlijk niet. Ik zit met een dubbel gevoel. Aan de ene kant wil je wel je best doen en het gevoel voor die overwinning gaan. Maar oké, ik kan niet tevreden zijn over mijn wedstrijd en omdat we verloren hebben. Ik ben niet alleen, ik speel voor de ploeg en ik wil zoveel mogelijk mijn bijdrage leveren aan de ploeg en zoveel mogelijk voor die overwinning gaan. En ik leef nu mee met de jongens, ik leef nu mee met de groep. Ik ben ook ontgoocheld. Oké, ik heb misschien een goede wedstrijd gespeeld, maar we mogen ontgoocheld zijn, maar morgen moeten we de knop opnieuw omdraaien. Ja. Verlies hoort natuurlijk bij het leven van een sportman. Zoals je terecht zegt, daar moeten jullie zich over zetten en volgende week de draad terug opnemen. Ja, uiteraard. Het is nu aan ons om te bewijzen dat dan er dat je niet in die put gaat blijven zitten. Het is nu aan ons om eruit te komen. En het is nu aan ons om naar de volgende wedstrijd te gaan en elke wedstrijd te bekijken, elke wedstrijd te analyseren en kijken wat onze mogelijkheden zijn tegen die tegenstander. Oké, bedankt voor deze babbel, Dries Cognot. En nog eens proficiat met je wedstrijd.